beginnen met de heer Bosma van de PVV. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook aan de leden dat ik als eerste mag spreken. Onze rijksdiensten gaan gebukt onder politiek correctheid en woke ellende. Voorbeeld, Rijkswaterstaat. Daar namen ze afscheid van wat zij noemen, ik citeer, waarden die van oudsher dominant zijn geweest in Nederland als nuchterheid, stiptheid of directheid. Einde citaat. Het lijkt me dat als Rijkswaterstaat een brug bouwt of een weg aanlegt, dat het verdomde handig is als stiptheid daarbij nog steeds een dominante waarde is. Immers, zo'n brug moet precies passen. Maar stiptheid staat daar niet meer op de eerste plaats. Ze focussen nu liever op diversiteit. Ik citeer, we schrijven zo inclusief mogelijke teksten. Bijvoorbeeld door de woorden hij en zij te vervangen door deze persoon. Of door typische Nederlandse uitspraken als spin in het web te vermijden. Omdat dus bepaalde groepen onze taal niet snappen, gaan wij ons maar aanpassen. Ik denk bij Rijkswaterstaat toch vooral aan echte kerels. Mannen die bij min 10 graden lachend even een weg aanleggen. Maar ook zij moeten worden omgebouwd tot non-binaire wezens. In Amsterdam moeten ambtenaren een privilegetraining gaan volgen. Zo worden ze dus door Femke Halsema tot slaaf gemaakt van de diversiteitsideologie. Bij de politie moet je op cursus om op zoek te gaan naar je innerlijke racist. Racisme, dat gaat altijd over blanken die iets verkeerds doen. Nooit worden zwarte of moslims geconfronteerd met hun racisme. Dat lijkt me tamelijk racistisch, vindt de minister het ook. Bij de douane hebben ze een cursus inclusief leiderschap. En zo gaat het maar door, voorzitter. Hoeveel van dit soort, hoeveel miljoenen zijn we per jaar kwijt aan al die rijksdiensten met al die trainingen? Er is een heel woud gecreëerd aan commerciële bedrijven die deze trainingen geven. Tegen enorme uurbedragen. Hoeveel wordt per jaar uitgegeven aan dat linksmodieuze geneuzel? Als spin in het web moet de minister ons dat toch zo kunnen vertellen. De volgende stap is selectie op basis van afkomst of huidskleur. Dat is helemaal in lijn met de wens van de machtspartij bij uitstek, het roomblanke D66, dat bij de begroting Binnenlandse Zaken vaststelde, ik citeer, te veel witte gezichten te zien op de ministeries. Oftewel, er moet geselecteerd worden op uiterlijke, biologische, etnische kenmerken. Net als 80 jaar geleden. Voormalig PvdA-wethouder Bal Dessing van Den Haag sprak zelfs openlijk over het ontwitten van het stadhuis. De gemeente Amsterdam heeft een kwotum, 30% voor de topfuncties is voor niet-westerse allochtonen. Aan blanken geen behoefte. Discriminatie is dus beleid in de stad van de februaristaking. En iets soortgelijks geldt voor Utrecht, de NPO, de kunstsector, wetenschapsorganisatie, NWO. Overal waar links heerst, wordt racisme beleid. Hoe minder blanken, hoe meer diversiteit. Diversiteit is een mooi woord voor anti-blank racisme. En wat is inclusie precies? Nou, dat weten we ook. Een voormalig beleidsmedewerker van de PVV werd ontslagen. Zijn werkgever stelde dat betrokkenheid bij zijn partij niet past bij, ik citeer, een inclusieve organisatiecultuur. Aha, inclusief betekent dus exclusief PVV'ers. Diversiteit en inclusie vormen dus niet alleen een racistische ideologie, maar ook een totalitaire ideologie. Kan het nog gekker? Ja, het kan altijd nog gekker, zeker in Amsterdam. Daar mogen ambtenaren 10% van hun werktijd besteden aan klimaatactivisme. Dus een tiende van hun tijd mogen zij proberen de temperatuur op aarde te veranderen. Sta je in de rij voor een nieuw paspoort, gaat het loket dicht omdat een ambtenaar zich, namens de ijsbeertjes, even moet vastplakken aan een kunstwerk of een snelweg. Ambtenaren mogen ook werken voor Extinction Rebellion, dat ministeries beklad en dat democratische vergaderingen van gemeenteraden en de Tweede Kamer tracht te verstoren. Vindt de minister dat die ambtenaren die 10% ook aan andere idealen mogen besteden, bijvoorbeeld de strijd tegen de massa-immigratie of de strijd tegen de klimaatreligie? Graag antwoord. 10% van de ambtenaren salarissen dus van onze hoofdstad, dat is 150 miljoen euro. Wat vindt de minister daarvan? Kunnen alle ambtenaren een dergelijke regeling tegemoet zien? En voorzitter, nog één ding dan. Is de Koninklijke Bibliotheek nog steeds solidair met Black Lives Matter? Vorige week in het nieuws, al het geld daar is verdwenen bij Black Lives Matter dus. Die onnozele Koninklijke Bibliotheek dacht dat deze zwarte activisten zich gingen inzetten voor een betere wereld. Maar het ging ze vooral om de eigen bankrekening. Is het de taak van een overheidsorganisatie als de Koninklijke Bibliotheek om solidair te zijn met dieven? Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Bosma. U heeft een interruptie van meneer Van der Houding. Ja, prachtig betoog. Dank voor uw betoog. En één vraag. Hè, wat ik altijd zo fascinerend vind, is dan wordt er gemeten van precies in een stuk ook van hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er zijn in de Rijksdienst. En dan is mijn vraag aan de heer Bosma van hoe is men in staat dat nog te meten? Want volgens mij, hun eigen ideologie is dat er eigenlijk geen man en vrouw meer zijn. Dus hoe ruimt u dat?
Meneer Bosma. Ja, dat is een van de raadselachtige dingen natuurlijk. En daarom moeten we ook altijd linkse mensen bestuderen om hun idealen goed te beluisteren. Ja, het is natuurlijk allemaal met elkaar in tegenspraak. Dus inderdaad, er bestaan geen mannen en geen vrouwen meer. Er zijn 328 genders. Tegelijkertijd wilden ze dus bijhouden hoeveel mannen en vrouwen. Maar je ziet dus ook dat dus in de strijd tegen het racisme gaan ze dus racistisch beleid uitvoeren. En dan gaan ze dus in kaart brengen hoeveel mensen met welke afkomst waar werken. Dus dan, dat is blijkbaar antiracistisch racisme. Ja, het is allemaal moeilijk te begrijpen, maar ja, ergens moet er een logica in zitten. Ik denk dat de logica is eigenlijk afkeer van het Westen of dat soort dingen. Maar ja, racisme is springlevend binnen links. Kijk maar naar de linkse media. Je ziet altijd witte mannen dit. Dit is te wit, dit is te wat. Te wit, daar komen te veel witte mensen. Je ziet gewoon binnen links dat het racisme springlevend is. Meneer Van Houwingen, als we overigens zo lang de interrupties gaan doen, dan kan ik u vertellen dat we het niet gaan halen. Dus dan zou ik de interrupties moeten inperken. Meneer Van Houwingen. Oké, één vervolginterruptie dan. Inderdaad, u heeft het over racisme. En heeft u ook een idee hoe dat dan, want dat vraag ik me ook vaak af, hoe dat dan gemeten wordt? Want dat moet je dan eigenlijk toch haast doen met een huidskleurmeter of zo. Hoe gaat dat? Ja, nou ja, kijk maar bij de NPO. Hè. Dat werd toen geleid door Shula Rijksman van D66. En dan hadden ze gewoon een allochtonenteller. Dus er was iemand, ik stel me dat zo voor, die ging dan naar zijn werk om dus naar uitzendingen te kijken en het aantal allochtonen te tellen. Dus allochtonen kun je blijkbaar herkennen aan hun uiterlijk. Dat lijkt me toch ook dat het gebaseerd is op etnische, biologische zaken. Ze hadden het er ook over, de NPO geleid door die D66 mevrouw. Mensen die zichtbaar afkomstig zijn van een ander continent, zo werd dat gedefinieerd. Dus bijvoorbeeld een Afrikaner die blank is, maar wel uit Afrika komt. Ja, hoe ga je dan meten dat die binnen die regels telt? Hoezo is die meer of minder afkomstig van een ander continent? Het is totaal onbegrijpelijk, maar het is levens en levens en levensgevaarlijk. Meneer Van Baarle. Ja, voorzitter, de heer Bosma die kruipt in de slachtofferrol en geeft aan dat er een soort geconstrueerde werkelijkheid in de richting van die zielige witte man zou zijn. Maar voorzitter, de heer Bosma zit hier dan als zo'n witte man alles wat de Rijksoverheid doet tegen racisme en discriminatie een beetje af te doen als geneuzel, als niet nodig. Terwijl we weten dat dames met een hoofddoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werden uitgescholden, dat er strafrechtelijk onderscheid werd gepleegd. We weten dat mensen op basis van hun afkomst door deze overheid op geniepige lijsten werden gezet. Dus is de heer Bosma niet eigenlijk met zijn betoog de belichaming van zo'n bevooroordeelde witte man die juist zo'n diversiteitscursus nodig heeft om in contact te komen met de werkelijkheid dat er sprake is van institutioneel racisme in dit land? Meneer Bosma. Ja, de heer Van Baarle heeft gelijk. Er is sprake van enorm institutioneel racisme. Overigens, de heer Van Baarle duidt mij aan als een witte man. Ik ben geen albino, hè, dus ik ben niet een witte man. Ik ben gewoon blank. Wij zijn niet wit. Wit is een racistische term voor blanken. Er is inderdaad sprake van ongelooflijk veel institutioneel racisme in Amsterdam. Ik heb net een paar voorbeelden. In Nederland. Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. In Amsterdam 30% van de hoge functies toebedelen aan niet-westerse allochtonen. Utrecht is het, dacht ik, 20%. De NPO heeft gewoon openlijk racistisch beleid om blanken te weren. De NWO nu ook. Ook weer het diversiteitsbeleid, dus gewoon puur racisme. De politie. Je zal maar blank zijn en willen solliciteren bij de politie. Je maakt nauwelijks een kans. Dus inderdaad, de heer Van Baarle en ik zijn het gewoon helemaal 100% eens. Er is enorm sprake in Nederland van institutioneel racisme. Ja, voorzitter, de heer Van Baarle en de heer Bosma zijn het absoluut niet met elkaar eens. Want voorzitter, de heer Bosma schuift alles onder het tapijt. Want wil de heer Bosma dan ontkennen dat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken er sprake was van institutioneel racisme, omdat, zo zeggen onderzoekers, er strafrechtelijk onderscheid is gemaakt bij het discrimineren van mensen op basis van hun afkomst? Wil de heer Bosma ontkennen dat mensen op basis van hun afkomst, huidskleur, op fraudelijsten gezet door deze overheid? En de heer Bosma die kruipt heel de tijd in een slachtofferrol en geeft aan dat heel de tijd maar in zijn woorden de witte man de schuld zou krijgen. En voorzitter, we hebben met elkaar inderdaad een probleem van institutioneel racisme. Waarom erkent de heer Bosma dat niet en schuift hij dat onder het tapijt met dit populistische slachtofferverhaal wat hij op zijn zolderkamer heeft voorbereid met een glas wijn erbij? Voordat ik u het woord geef en voordat ik de toon iets ga temperen, kunnen we de interrupties korter houden.
technische mededeling. Meneer Bosma. Nee, ik geef... Het is niet zo dat de Witte Man de schuld heeft. Nogmaals, het gaat niet over albino's. Links-Nederland geef ik de schuld. Want Links-Nederland voert overal waar het komt racistisch beleid in. Kijk naar Amsterdam, kijk naar Utrecht, kijk naar de NPO. Linkse partijen aan de macht betekent racistisch beleid. Het onderzoek van buitenlandse zaken ken ik niet goed, maar ik dacht dat daar veel op was af te dingen. We zitten nu in het gebouw wat vroeger van buitenlandse zaken was. En ik ben hier toen als lid van het presidium geweest, toen buitenlandse zaken hier nog was. En er stond met grote letters diversiteit. En ze moesten allemaal aan de diversiteit doen hier zo. En dan moesten ook al die ambtenaren moesten op zijn muur hier ergens moesten dan schrijven hoeveel ze voor de diversiteit waren. Diversiteit is anti-blank racisme, dat is wat het is. Elke schreeuw om diversiteit betekent altijd het uitsluiten van mensen op grond van een huidskleur. En de heer Van Baalen steunt dat, want zijn partij steunt overal die racistische maatregelen in Amsterdam, in Utrecht en waar dan ook. Dus mijn uitgestoken hand in zijn richting is, neem afstand van dat racisme, of het nou positieve discriminatie is, zoals we het noemen, of niet. Maar laten we stoppen met dit soort racistische maatregelen. Ik weet niet of u het eens gaat worden, maar ik wil u nog wel uw derde interruptie geven. Ja, voorzitter, wat mijn partij steunt is maatregelen nemen zodat mensen zoals de heer Bosma niet meer de dienst uitmaken in ons land. Mensen zoals de heer Bosma die mensen willen uitsluiten op basis van hun afkomst. Die zeggen, als dame met een hoofddoek, dan mag je niet bij de overheid werken, dan hoor je er niet bij. Dat steunt mijn partij. En in die strijd nemen wij inderdaad maatregelen die keihard nodig zijn om Nederland een stukje gelijkwaardiger te maken. En voorzitter, ik zal niet stoppen voordat het denkbeelden van de heer Bosma en de Bosma's van deze wereld geen gemeengoed meer zijn in het denken bij de overheid. Daar is het om te doen, voorzitter. Dat was overigens geen vraag, maar u mag er wel kort op reageren. Dat waardeer ik. Nee, het denken van de heer Van Baalen is leidend bij de overheid in Nederland. Die hele diversiteitsellende wordt ons van bovenaf erin geramd. Het zijn de linksliberale elites van Nederland die dit soort dingen willen. De universiteiten, de media, noem maar op. En daarom zitten we met deze ellende. Het denken van de heer Van Baalen is 100% leidend in Nederland. En we zien de ellende, de gevolgen daarvan om ons heen. En het is natuurlijk de ironie der ironieën, dat de heer Van Baalen vecht tegen het uitsluiten van mensen en daarmee de positieve discriminatie, dus institutioneel racisme, goed praat. Dus het is uitsluiten tegen het uitsluiten. Ja, ik blijf linkse mensen interessant vinden, voorzitter, maar ik geef het echt op voor vandaag. Heel goed. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, de heer Bosma wijst iedereen erop dat hij hypocriet is, wat natuurlijk mag. Maar dat is zijn hele betoog uiteindelijk ook. Als je tegen racisme en uitsluiting bent op uiterlijke kenmerken of op ras of religie, dan hoor je dat dus ook niet te doen op basis van uiterlijke kenmerken, ras, huidskleur en religie. Is de heer Bosma dat met me eens? Meneer Bosma. Ja, het klinkt als een vraag, sorry, waar dan iets achteraan komt. Maar mijn partij is bijvoorbeeld tegen wat de SP doet in Amsterdam. De SP in Amsterdam zorgt ervoor dat blanken, want daar komt het op neer, autochtonen, zo wordt het gedefinieerd, worden uitgesloten. Dus je zult maar lid zijn van de SP of er geld aan hebben gegeven, of ervoor hebben gestemd. En je bent een buschauffeur uit Purmerend en dan gaat je dochter bij de gemeente Amsterdam werken. En die wil er heel graag werken. En die wordt dan uitgesloten. Dus je bent voorzitter, een SP'er. De jijbak is een mooi antwoord van de heer Bosma, maar het laat eigenlijk de leegheid van zijn betoog zien. Want als hij de hypocrisie van anderen wil aankaarten, wat ieder zo goed recht is, dan hoor je zelf wel hypocrisie vrij te zijn. En zou het niet zo moeten zijn dat op het moment dat de heer Bosma hier een vurig pleidooi houdt om mensen niet te beoordelen op hun huidskleur, dat hij dat dan zelf ook niet moet doen en zijn partij ook niet moet doen. Omdat je dan pas echt een gesprek kan houden. En dan kan ik een jijbak geven aan de heer Bosma en hij weer terug aan mij. Maar om het nou een stap verder te brengen, die discussie, die hypocrisie voorbij, zouden we dan moeten zeggen, we maken geen onderscheid meer op huidskleur, afkomst, religie, geslacht. En daar moeten we naartoe werken. Dat zou goed zijn voor de Rijksoverheid. Is dat de heer Bosma dan met de SP eens? Meneer Bosma. Nou, dat is wel heel raar. Mevrouw Leijten heeft nu mensen beoordelen op hun huidskleur en werpt mij dat voor de voeten. Dat mag. Maar dan denk ik, waar heeft ze het over? Van welke planeet komt ze? Waar heeft mijn partij ooit mensen beoordeeld op hun huidskleur? Ik kan me in de verste verte dat niet herinneren, voorzitter. Dus ik begrijp niet waar mevrouw Leijten het over heeft. In het pleidooi van de heer Bosma keert hij het racisme wat mensen met een donkere huidskleur ervaren, meemaken, dat spiegelt hij naar mensen
met een lichte, blanke, witte huidskleur. En die zegt, die worden uitgesloten en dat is racisme. Die omkering, dat mag. Want in sommig beleid zit heel veel hypocrisie. En ik kan er met heel veel van de heer Bosma mee oplopen om die hypocrisie aan te wijzen en te bestrijden. Maar wat is dan het perspectief? En daar ben ik naar op zoek. Is de heer Bosma er dan voor dat we geen onderscheid meer hebben? Wat het beste zou zijn volgens mij, moeten we daar naar zoeken? Of is het de heer Bosma hier te doen om die omkering en mensen hun hypocrisie onder hun neus te drijven? Wat ook mag, maar dan zit hij hier met lege handen en zonder oplossing. Meneer Bosma. Nee, de oplossing is stoppen met racisme en stoppen met dit soort racistische maatregelen. Ik begrijp niet goed wat ik omkeer hoor. Daar verlies ik mevrouw Leijten dan weer van. Maar het gaat in de praktijk gewoon om huidskleur. In Nederland worden mensen gewoon gediscrimineerd op hun huidskleur. Als je bij de politie solliciteert als blanke, dan heb je een groot probleem. En ze geven het ook gewoon zelf toe, hè? De progressieven geven het gewoon zelf toe in hun media bijvoorbeeld. Het gaat altijd over witte mannen dit, witte mannen dat. Sjoele Rijksman van D66, / de NPO, die zei letterlijk, het gaat niet alleen om huidskleur. Oh, dus het gaat wel om huidskleur. Het gaat dus wel degelijk ook minstens onder andere om ras. Nou, en dat is verschrikkelijk en dat zou gestopt moeten worden. Daar moet een einde aan komen. Dit is uw laatste interruptie al. Weet u het zeker? Nou, voorzitter, we stoppen met racisme. Dat is me uit het hart gegrepen. Daar zouden we allemaal voor moeten gaan. En dan reken ik ook op de PVV als mensen van straat worden geplukt omdat ze misschien een niet-blanke huidskleur hebben. Dan verwacht ik dat de PVV daar ook voor opstaat. Want als je doorslaat en je wordt hypocriet, dan is het inderdaad een groot probleem. Maar op het moment dat je in dat doorslaan met de hypocrisie zelf weer hypocriet wordt, dan sta je met lege handen. En dat zou ik de heer Bosma toch willen voorhouden. Meneer Bosma. Voorzitter, waar in Nederland worden mensen van straat geplukt vanwege hun huidskleur? Waar hebben we dat ooit meegemaakt? Wat zijn dit? Ja, ik bedoel, ik begrijp heel graag dat de progressieven altijd een soort helderrol willen duiken. En een soort helperscomplex projecteren. En doen alsof we in de Verenigde Staten wonen van de jaren 50. Maar dat is gewoon niet de realiteit. De realiteit is in Nederland dat je gewoon de diversiteitsbokaal wint bij de NPO. Als je voldoende niet-blanken in beeld hebt gebracht. Dat is de realiteit. En dat is het racisme waar we tegen zouden moeten strijden. En het is jammer dat de SP ook hier aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Voorzitter, ik wil toch opgemerkt hebben dat er meerdere feiten zijn dat mensen onterecht, zonder enige verdenking, van de straat worden geplukt omdat ze een andere huidskleur hebben en in een auto rijden. Of omdat ze in de rij staan, omdat ze een reis gaan maken door de douane. Er zijn rechtszaken over verloren van de Nederlandse staat. Daar je ogen voor sluiten bij zo'n vurig pleidooi voor de blanke of de witte man, dat is hypocriet. Oké, okay, en maar tot hier... Nee, maar luister. Want nu wordt er iets raars gezegd. Nee. Want... We spreken via de voorzitter. U heeft beide nu allebei een keer het woord genomen zonder mij daarin te betrekken. Doen we niet meer. We gaan nu door naar de volgende spreker, de heer Van Houwelingen. U bent aan het woord, uw eerste termijn.